Goedemorgen. Nou, fijn mevrouw Hoestel dat jullie weer open mogen. Ja, heel fijn. Dat is wel even wachten natuurlijk, toch? Ja, dat klopt. Het heeft een aantal weken geduurd, maar gelukkig is vandaag weer de heropening. Ja. En nu meteen volle bak? We zitten meteen vol gereserveerd. Binnen 30 personen en buiten ook alle tafels bezet. Dus ja. Oké, en ook binnen? Binnen en buiten? Binnen ook 30 man. En hoeveel mensen kun je kwijt op het terras? Ongeveer 90, op 1,5 meter. Ja, en ik had begrepen dat jullie ook misschien wel plannen hebben om eventueel te verkassen naar de andere kant, naar het Kloosterplein? We willen eerst even kijken hoe ver we hier met ons eigen terras komen. Maar als het echt nodig is, inderdaad, is het mogelijk om ook daar... En daar heeft de gemeente toestemming voor gegeven? Ja, daar hebben we een aanvraag voor ingediend, hebben toestemming voor gehad. Ja. Oké, en hoe gaat het bijvoorbeeld met toilet? Ik kan me voorstellen dat mensen ook naar het toilet moeten. Met toiletten hebben we een speciale regeling voor. We hebben twee kaartjes gemaakt met dames en heren. Die hangen in het zicht voor iedereen. Ja. Als de dames weg is, betekent dat het toilet bezet is. En als die er hangt, is het toilet vrij. Oké. En vandaag volle bak vanaf 12 uur en tot hoe laat gaan jullie door? Wanneer de sluiting zijn? Ja, de keuken is tot 10 uur open, dus... Dus zeg maar tot een uur of 11 zijn jullie wel nu in de weer? Ja, ongeveer wel, ja. Alle dagen open, hoop ik? 7 dagen in de week. Oké, dat is fijn natuurlijk hè, dat jullie weer echt aan de start kunnen gaan. Ja, precies. Nou, we hopen mooi weer natuurlijk. Absoluut, ja. Dankjewel hè. Alsjeblieft. Succes, dankjewel. Fijn mevrouw Van Roesel dat het weer kan, hè? De commanderie open. Ja, heerlijk. We hebben er heel zin in. Ja. Absoluut. En hoeveel mensen kunnen je nou kwijt vanaf 1 juni? Ja, we hebben het grootste terras van Tilburg, denken we, met 80 tafels. Zo. Dus we kunnen ruim 250 gasten plaatsen, afhankelijk van de groepssamenstelling. Ja. Maar dat zal het gemiddelde zijn. Oké. En alle dagen open? Ja, we zijn 7 dagen in de week open, vanaf 10 uur. Dus kunnen we heel dag door gasten ontvangen. Heb je ook nog iets speciaals, een soort corona-menu of een corona-lunch? Een hele mooie lunchkaart en een mooie dinerkaart. Mensen kunnen ook een tafelbarbecue bestellen, dat ze gezellig samen op tafel kunnen grillen. Ja. Dus gewoon een mooie menukaart voor een heel fijn terras. Het is ook wel fijn om in de open lucht te zijn. Het is natuurlijk een fantastisch weer wat dat betreft. Ja, we beginnen in ieder geval goed. Dat is fijn. Absoluut, ja. 7 dagen open, zei je net. Hebben jullie al controle gehad? Nee, wat ik begrijp vanuit de gemeente Tilburg is het zo dat wij als horecaondernemers verantwoordelijk zijn voor de gastenstromen en dat iedereen op afstand blijft. Ja. We doen ook echt een check bij de deur, vragen gasten ook om mee te denken, samen met ons, om te zorgen dat iedereen op afstand blijft. Uh-huh. En daarmee kunnen we hopelijk het virus onder controle houden en wij dus ook heel de zomer open blijven. Oké, dat is fijn. Dus als wij daaraan meedenken, maar ook onze gasten, dan gaat het goed komen. Ja, precies. Ik zag het in Goorlen dat ze met 3 boa's liepen, dus daar zijn ze wel aan het controleren. Ja. Maar hier is kennelijk het buitengebied. De gemeente Tilburg heeft aangegeven dat ze, zolang er in die zin geen klachten zijn, dat wij de eindverantwoordelijkheid dragen. En daar gaan we heel serieus mee om en proberen dat ook echt aan onze gasten mee te geven. Ja, wat doe je bijvoorbeeld met toilet? Stel voor dat iemand naar het toilet moet. We hebben 3 toiletgroepen met 1 richtingsverkeer, looplijnen. Ja. En zo proberen we dat te stroomlijnen en ook daarin te controleren. Oké. Nou, fijn dat het allemaal weer lukt en allemaal weer met gezelligheid en met sfeer geregeld kan worden. Ja, nee, iedereen heeft er heel veel zin in. Ons team stond vanochtend echt te trappelen om te beginnen. En we gaan er een mooie zomer van maken. Goed zo. Nou, succes in ieder geval. Dankjewel. Goed, meneer De Jong van de Klooster Nieuwkerk. Fijn dat het weer, goedemiddag, dat het weer open kan hier. Ja, zeker. Daar zijn we heel blij mee. Ja, want het was natuurlijk wel een beetje een dooie boel afgelopen maand. Nee, 10 weken stilgezeten, alleen het hotel door laten draaien. En nu mogen we voor het eerst weer mee het terras open. Daar zijn we hartstikke blij mee. Oké. Okay. Ja. Goeiedag. Hi. Hallo. En hoeveel mensen hebben er nu vandaag gereserveerd? We hebben 300 plaatsen op het terras. Dikke 80 tafels. Kunnen 300 mensen hier plaatsnemen. Exclusief hotelgasten. En dat is elke dag? Dat is iedere dag. 7 dagen in de week zijn we daarmee geopend. Aha. Ja. En hoe laat beginnen jullie dan en hoe laat eindigt het? Of is dat... Vandaag moesten we om 12 uur beginnen, de startdag. Ja. En alle andere dagen van de week openen we gewoon om 10 uur, net als normaal voor alle gasten. Ja. Dan draaien we onze nieuwe lunchkaart en over 2 weken beginnen we met onze nieuwe dinerkaart. Oké, en wat houdt dat kort gezegd in? De nieuwe dinerkaart, daar komen verse salades op, verse pizza's, een beetje streetfood-achtig, nacho's met gehakt. Wordt superleuk. Ja, dat geloof ik, ja. En even de toiletgroep. Zal ik maar zeggen, dat is wel lastig als je zoveel mensen hebt, 300 mensen die allemaal naar het toilet moeten. Hoe heb je dat georganiseerd? Ja, we hebben de toiletgroepen ingedeeld per ruimtes. Dus het terras heeft de eigen toiletgroep, het hotel heeft de eigen toiletgroep en de zalen. Dus die mensen komen elkaar niet tegen. Oké, dat is goed geregeld. Ja, komt er een nieuwe gast aan, zie ik? Goeiedag, zoek een plaatsje meneer. Oh, helemaal goed.
Oké. Nou, het is natuurlijk nu fantastisch weer, uiteraard. Stel voor dat het een regenachtige dag is en je moet toch naar buiten. Heb je dat ook georganiseerd of kun je dat ook organiseren? Als het regenachtig is, dan kunnen mensen voor binnen reserveren. Dan kunnen we 30 mensen in het café hebben. Ja. Reserveren mag ook aan de deur. Oké. En de gasten van het hotel, die verblijven hier natuurlijk. Hoe gaat het in zijn werk? Kun je die gewoon bedienen in de zin van dat ze met ontbijt, diner, dat soort zaken allemaal? Ja, de gasten hebben altijd gewoon mogen bedienen, ook in tijden van corona. En die hebben allemaal hun eigen plek hier in het hotel en hun eigen tuin. Oké. Ideaal geregeld. Ja, perfect. Nou, ja. Fijn. Dankjewel en succes. U bedankt. Dag.